Ik vraag in dat opzicht, nadat we bij Pasen aandacht hebben gevraagd, natuurlijk, voor de risico's van grote groepen mensen op straat, vraag ik dat nu ook richting volgende week waar het betreft de Ramadan. Ook een periode waarin mensen normaal gesproken elkaar opzoeken, bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse iftar. En ik vraag alle moslims in Nederland om ook dit moment van de dag thuis met het gezin of hoe dan ook door te brengen. Het is echt van groot belang. Hoe moeilijk het ook is, houd je ook tijdens de Ramadan aan de voorschriften. We moeten dit echt samen doen. En ik weet dat moskeeën en andere maatschappelijke organisaties ook, waar het betreft de moslimgemeenschappen in Nederland, daar heel actief mee bezig zijn. Dat waardeer ik enorm.